gecontroleerd. Ja, joh. Ja. Maar er is natuurlijk wel een heel groot verschil. En dat is dat wij komen normaal nooit wapens tegen. In Nederland hebben wij een andere cultuur. Dus er is geen één acteur die eventjes zegt... oké, is goed, ik heb het thuis al in liggen. Dus het zou kunnen dat dat in Amerika anders is. Nou, ja. Wil ik niet zeggen dat dat met Baldwin zo is... maar ik geloof wel dat daar de cultuur anders is. Maar je hebt in Amerika ook op de set gestaan. Ja, uiteindelijk heb ik het was de film die deden we alsof dat Amerika was. Ja, we hebben het allemaal in Europa gedraaid. Ja. Maar in landen als Litouwen, Hongarije heb ik met pistolen en zo. En dat was het ook in dat soort landen was het altijd heel netjes. Er is altijd een keurige man en die komt met zo'n koffer. En die laat het zien en dan altijd... Het is voor mij ondenkbaar dat er iets mis zou gaan. Ja, er is heel veel respect voor. Ja. Ja. Laten we nog even naar die scène die we... We hebben even vertraagd, Victor. Praat even mee met wat we dan zien en hoe dat ook opgenomen wordt. Want het ziet er natuurlijk wel verdomd echt uit. Ja. Nou, je ziet die sleden zo naar achteren gaan. Dat betekent dat er echt een patroon voorkomt. Bij dit soort wapens is het zo dat de loop... is zo verkleind dat een losse vlodder genoeg druk veroorzaakt... dat die slede naar achteren gaat, dat er een nieuwe kogel in de kamer kan komen. Ja. Bij het probleem met Alec Baldwin is dat het gaat over een revolver. Dat het gaat met een cilinder. Ja. En daar heb je die techniek niet nodig, dus blij is de loop open. Maar is dat zeker? Want als jij zegt dat het een zwart kruidding is... dan is het waarschijnlijk weer juist eentje waar je maar één keer mee kan schieten of zo. Nou ja, nu gaan we weer speculeren. Ja, en ik hoorde het wel weliswaar. Ja. Hoe kom jij daarbij eigenlijk? Eerder deze avond op televisie. En omdat het een western was, was het een zwartkruidrevolver. Ja, maar dat is natuurlijk niet gezegd. Want tenzij die dat Dat werd verteld. En een zwartkruidrevolver, dat is eigenlijk ouderwets. Hè. Daar heb je een percussiedopje achterop zitten. Ja. In die cilinder, daar gaat zwartkruid. En vervolgens maar volgens mij is dat ook speculatie. Ja. En daarbij, het stom is die speculatie, vind ik moeilijk te geloven. Ik vind het makkelijker te geloven dat er in zo'n cilinderrevolver... want je hebt dus de losse vlodder en een losse vlodder... en een kogel heeft eigenlijk al eerder, dat is echt dit verschil. Ja, precies. Maar laat je in een pistool zien, of een revolver zien... we laden de revolver en we gaan ermee schieten... dan doe je er op het oog echt lijkende patronen in. Ja, maar normaal gesproken, dat zou zo stom zijn. Want het is normaal gesproken, waarom zijn er überhaupt echte kogels op een set? Het is ondenkbaar. Daar zit dan toch gekruid in die dummy, zeg maar. Het is in Nederland ondenkbaar dat er scherpe patronen zijn. Nou ja, maar ik moet je zeggen, het is een low-budget film in New Mexico opgenomen. Ja. Het feit dat de DOP, dus de cameravrouw, geraakt werd... wil waarschijnlijk zeggen dat er dan ook op de camera schot. Het feit dat zij dan zelf operaten in plaats van een operator. Wilden ze ook zeggen dat het low budget was? Ik vraag me af of alle veiligheid wel helemaal zo in orde was. Maar het is dat het fout op fout gestapeld is. Maar daar is toch ontzettend veel nu? Ja, nou, maar ik heb ook nog niet gehoord of daar echt een... Want wij zeggen allemaal, je hebt een weapon handler... of een wapenmeester heet het. Weet je wel? Dus, precies. Ik noem het ik heb nog niet gehoord dat hij daar was. Weet je, dus ik vraag me af of dat een weapon ordentelijk gedaan is. Het is bijna alsof je wie heeft er nog een pistool in zijn... we hebben nog kogels nodig. Oh, ik heb er nog wel een paar in mijn caravan liggen. Je bent gefascineerd, Kelly. Ik werk natuurlijk zelf ook in film. Ik produceer op dit moment hele leuke series. En wij hebben ook wel eens wapens op de set gehad. Mm-hmm. En hier in Nederland is het gewoon super strikt. En vergunningen, het is allemaal heel ingewikkeld. Ik krijg alles wat jij zegt gecontroleerd. Maar jij mocht geen nepwapen meenemen hier naartoe. Oh, je zegt, neem je wapen. Ik dacht dat het een grap was. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk niet.